Hoe wisten de Amerikanen ten tijde van de atoomproeven waar de Russen die proeven deden? Weet jij dat? Nee, omdat de eerste detectie van die dat de Russen zo'n ding hadden laten ontploffen, september 1949 is dat geloof ik, dat was door hoogvliegende vliegtuigen die speurden naar, laten we zeggen, radioactiviteit. Ja, die hadden omgekeerde plakband op hun vleugels, Die detecteerden dat de radioactiviteit groter was geworden. Dat is ook de manier waarop we ooit ontdekt hebben dat Tsjernobyl ontploft was, omdat de Russen dat... Hè, communisten houden altijd alles geheim. Vooral als het fout gaat, houden ze het geheim. Omdat dan bij de Russen, bij communisten, nooit iets verkeerd gaat. Een wonderlijke misvatting is, maar goed, zo is het nu eenmaal. Ook die Tsjernobyl, dat ontdekte, ik meen in Zweden, werd dat ontdekt door een waarnemingsstation wat zag dat de radioactiviteit sterk was toegenomen in de atmosfeer. Ik hoorde van de week iemand, ik was bij een defensiebijeenkomst en dan zei iemand, ze hadden dus op die Amerikanen op de vleugels van de vliegtuigen hadden ze dubbelzijdige plakband. En die detecteerde dus de radioactieve straling. Dat zou kunnen, zo technisch ben ik nou niet op de hoogte, maar het is, de eerste detectie was als door middel van hoogvliegende vliegtuigen. Ja. Die waarschijnlijk ook iets te maken hadden natuurlijk met weersvoorspellingen. Ja, veel van die, natuurlijk ook wereldwijde weersvoorspellingen zijn ook afhankelijk van hoe meer informatie je hebt, hoe beter. Ja, we hebben toch ook overal in de oceanen speciale boeien die temperatuur van het water, stroomsnelheid, de hele Santa Kraam doorgeven naar een centraal station. Hij had het naar aanleiding van de podcast daarover en hij was dus op Wikipedia gaan zoeken en daar had hij deze feitjes gezien. Dus vandaar dat kijk, Wikipedia. Iemand die iets opzocht. Ja. Dus al, kijk, en waarom zoekt hij iets op? Omdat ik dat zei, heb gezegd dat. Hè? Dan zie je hoe dat werkt. En hij werkt dus bij Defensie. Dus, Hij had het eigenlijk moeten weten. Ja. Als die het, er zijn fantastische boeken over de ontwikkeling van een atoombom. God, hoe heet die vent? Ik geloof Patterson. 3 dikke boeken. Ik kan het warm aanbevelen. Hartstikke leuk, gedetailleerd. Ook over de H-bom. En de tanks gaan ook officieel, hè? Die kant op. Duitsland is overstag. Ja. En daar hadden we het vorige week al over, toen jij nog zei dat er waren mensen die zeiden dat Duitsland was het lachertje van Europa geworden. Ook weer van een onbeschrijfelijke, stompzinnige kortzichtigheid, maar goed. Want nu blijkt eigenlijk dat die Scholz groot gelijk had door te treuzelen. Want die zei van ja, ik wil het wel doen, maar dan moeten die Amerikanen wel meedoen. Nou ja, daar zag je Biden deze week met die 41 Abrams tanks. Of je daar nou zoveel aan hebt. Daar heb je een logistiek apparaat voor nodig waar je u tegen zegt. Zouden ze dat ook krijgen dan? Want je weet, die dingen worden aangedreven door een gasturbine. En ja, ik geloof dat die ook pindakaas kon verbranden, bij wijze van spreken. Gasturbines hebben wat dat betreft ruime mogelijkheden. Maar kerosine was toch eigenlijk wel aanbevelenswaardig. Dus ja, het was een hele complexe tank. Kennelijk nog ietsje complexer dan de Leopard. Dus ja, wat die Oekraïners nou met die 41, ik weet niet precies. Ik zou zeggen, zorg eigenlijk dat het allemaal Leopards zijn. Dat lijkt mij het simpelste, omdat dan ook servicing, hoe heet dat, onderhoud en zo, ook het simpelste is. Ja, wat, ik weet niet of die dingen bijvoorbeeld ter plekke gerepareerd kunnen worden. Ik weet dat bij de Tiger tank, die de Duitsers een geweldige tank, volgens tankdeskundigen de beste tank van de Tweede Wereldoorlog, maar zo'n ongelooflijk complex apparaat, dat die niet ter plekke gerepareerd kon worden. Met als gevolg, die Tigers dus iets hadden, defecten, werden ze op het spoor gezet en dan gingen ze naar ergens in een fabriek in het Roergebied waar die dingen gebouwd werden. En dan werden ze daar gerepareerd en dan gingen ze weer terug. Dan begrijp je wel, dat is niet... De Russen hadden een hele simpele tank, ik heb volgens mij wel eens eerder verteld, de T-34, die natuurlijk ook aan de lopende band kapot ging. Ik heb wel eens een stuk gelezen dat ze eigenlijk bepaald niet voor de lange termijn waren gebouwd. En als er een kapot ging, lieten ze hem gewoon staan. Omdat ze bouwden 10 keer zoveel tanks als de Duitsers. Maar de Duitse tanks waren wel veel beter. De Duitsers, nou, komen we terug op de thematiek van de weg en de Duitsers. Wat kunnen de Russen hier nu tegenover zetten? Nou, niet zo verschrikkelijk veel, want ze hebben een hele geavanceerde nieuwe tank, die heet Armata, als ik het goed heb begrepen. Die zouden ze in serie gaan bouwen, dat zou de standaard tank van het Russische leger moeten worden, maar dat is tot
tot op heden is het niet zo ver gekomen. En tot op heden is in ieder geval één ding geweldig gebleken, namelijk dat die Russische tanks, zeker zonder de ondersteuning die ze eigenlijk normaal behoeven, ongelooflijk kwetsbaar zijn gebleken.